Denk ik beter daar gestopt. Ja, maar mijn fluitje niet meer wegstaan, hè. Ja. Hij is zo lief. Hé? Ja. En ik zie hier al wat los zitten, dus daar beginnen we op mee. En ik kan nog kracht bij te kijken, hoor. Echt, oh, het zit muur vast. Ik koop dit ook nooit weer. Ja, zo lieve vrienden, we hebben haast. Ja. Het is vandaag woensdag en het is de 1 november. Ja, 1 november alweer. En we leven om, ik ben 2-3 minuten voor. Ik heb 11:15. Dus reken maar uit. Ik had me verslapen en ja, ik ben er misselijk van. Maar ik parkeer verder niks. Nee, helemaal niks. Ik heb geen hoofdpijn, niks. Ben ik ook misselijk omdat ik haast heb en die zenuwen heb. Wat? Hij wordt afgemaakt. Ja, daar ben ik blij mee. Hij wordt afgemaakt. Dus ja, ik moet er om 12:00 al wezen. Maar die meiden moeten er ook nog uit. Dus we hebben even een korte blok met ze. Anders redden we het niet. Nee. Dus, en jullie gaan mee. Ja, we maken er een leuke middag van. En ik vraag aan Sky of die de meisjes ook nog even een keer uit wil laten. Ja, toch? Ik het Sky is momenteel niet te bereiken, want zijn telefoon is kadoek. Ja, dus maar even zien. Het is 11:13 om precies te zijn. Dus kijk of er nog, nee, geen berichten. Ja, er zijn wel berichten, maar niet van die kant af. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Maar geniet vooral nu ook weer met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Nou ja. Ja, we zijn weer aanwezig. Ja. Dwars door de spiegel heen, is ook weer eens anders. Dag mij. Ja. Ja, we zitten er weer klaar voor en ik zit tegen een kussentje aan vanwege mijn rug. Ik kan niet zo ver naar achteren. Dus ja, dat dus. Maar daar is dat apparaat waar ik mijn arm op mag leggen, dus het komt helemaal weer goed. Ja, daar ligt de tattoo. Enkel ik krijg een andere kleur katje. De kleur van Kandel. Ja, dus, hoe is het met jou? Weer opgeknapt? Goed, goed. Ziek zijn? Nee, ik ben niet ziek. Nou ja, wat verkouden. Ja, verkouden. Ja. Nooit meer. Dus. Maar oké, okay, we gaan lekker beginnen, toch? Ja, ja, zeker. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik denk ik beter daar gestaan. Ja, maar mijn fluitje niet meer wegstaan, hè. Hij is zo lief. Hé? Ja. Nou? Ja. Pijnlijk? Nee. Gevoelig? Lekker. Ja, nou, gewoon lekker op een goede manier. Lekker pijn, pijn is fijn. Ja. Ja. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Dank je wel. Mr. Sergio gaat straks naar het buitenland. Ik ben mijn grote vriend ook nog kwijt ook. Ja. Maar hij heeft ook gezegd dat hij zo nu en dan terugkomt. Ja. Ja. En dan gaan we een feestje houden. Vakanties, komt u, kom je hier? Ja, vakantie. Ja, lekker man. Beetje februari ook. Ze zeggen, dan zijn, en ik denk zeg dat hij zijn telefoonnummer behoudt. En dan zeg ik gewoon tegen Liam en Esra van, ga ze even weg joh. Dat is mijn zaak. Nee. Maar wat mooi jongens. Mister, kijk hem. Papa. Hij lijkt heel vols, hè? Ja, maar het is nat, hè? Ja. Dit was ook eerst gitzwart. Het is nou
grij, ja, hoe moet ik zeggen? Het is wat je huid opneemt, ja, hè? Ja, het is wat je huid opneemt, inderdaad. Nou, smile. Houden voor jullie kijkertjes. Ja, en zeker dan weten. Uitknopje nog vinden. Nou, hetzelfde. Oh ja, goodbye. Ja, juist een beetje, denk je. De kop op, dat kan zien. Ja, en langzaam wat horen. Ja, langzaam. Hè? Ik zeg, begin langzaam wat te horen, zei je. Ja. En, wat vinden we er zelf van? Ik ben er sowieso blij mee dat het wordt gedaan. Ja. En straks het eindresultaat. Ja. En toen waren we weer thuis. Ja. Nou, en jullie weten het. Sky en Patrick waren er ook van de partij. En Sky heeft 1 keer gefilmd. Patrick heeft 1 keer gefilmd. Hij is af. Ja. En ik had er zit natuurlijk weer van de plakspul allemaal om. Die folie troep. Het is niet die huishoudfolie die ik gewend ben. Maar het is andere troep. Ja. Bij mij blijft dat nooit niet goed zitten. Hier en daar laat het alweer los, zoals op dat hoekje daar. Dus ja. Maar, nou is Kandalf nog roze, maar dat moet allemaal nog bijtrekken. Ja. Moet allemaal nog bijtrekken. Hij is ook dik. Ja. Alles wat hij nou weer hebt gedaan, dat, dat vlammetje, wat het ook mag wezen. Schaduw, heeft hij ook dikker gemaakt. En dat zei ik al, je moet dat niet dikker. Zei die eerst, ja maar een schaduw, maar nou heeft hij toch wel dikker gemaakt, hè. Had ook, liet ik jullie ook zien dat de tattoo erbij lag, op papier. Dus die had hij erbij, ja. Maar ik ben er wel weer blij mee, want het is nou weer gevoelig en eigenlijk gevoeliger dan de vorige keer. Ja, dus, maar ja. Even de mouwtjes weer naar beneden, want ik heb het koud, want de kachel die had ik niet, ja die was wel aan geweest vanochtend, maar die heb ik uitgedaan voordat ik wegging. Ik denk, want dat hoeft hier niet zo heet te wezen, weet je. Dus ja, heb ik uitgedaan en ik zit nog lekker thuis, ik heb een broodje, ik heb een bakje koffie, heb ik met Patrick en Sky ook gehad, want ik ben met hun mee geweest. Maar ik moest nog eten, dus ja, ik denk eerst even lekker bijkomen. Kacheltje aan en dan ja, kunnen we eventjes genieten van een broodje en een bakje koffie. Ja toch? Ja. Maar het komt allemaal goed. Ik hoop dat die arm ook snel zal genezen, want het geneest bij mij altijd wel, vind ik zelf, snel. Maar ja, het is nou echt gevoelig, want ik heb allemaal kleine stootjes op moeten geven en ja, ook die snorenharen van Kandalf, dat moest allemaal gedaan worden. Dus ja, helemaal goed. Helemaal geweldig. Moet nou dit plastic, wat het ook is, moet 4 dagen eromheen blijven. En ja, ik moet terugkomen. Niet bij Fly, want dan zit hij al in Portugal. Want die gaat emigreren naar Portugal. Ja, en in de vakanties komt hij dan terug. Dus ja. Dan moeten we naar die andere jonge man. Ik vergeet iedere keer zijn naam. Leon heet die. Dan moet ik daar een afspraak mee maken. Nou, en die is ook al op de video geweest. Dus het komt helemaal goed. Ja, gaan we gewoon weer erheen. Eventjes kijken of er nog wat gebeuren moet. Ja of nee. Ik denk het niet hoor. Dat dit wel goed zo is. Maar dan zien we het wel weer. Over 6 weken terugkomen. Nou ja, dan is het december. Weet je? Ja. Het is nu 1 november. Gaan we naar de kalender toe. 1 november. Nou, dat is 1 week, 2 week, 3 week, 4 week. Dat is 5 weken. Dat is op 6 december. En ik kan niet rekenen. Zou dat dan 13 december moeten wezen? Kennelijk. Nou ja, we gaan gewoon dan... gewoon voor controle laat ik het... Ik rij vaak genoeg langs met de booster of wat dan ook.
Dus ja, dan stap ik gewoon eens even naar binnen van kijk eens even. Ja, toch? Dat komt wel goed. Zo is dat. En de klok die zegt 3 uur, ja, 14:57. Dus ja, ik ga nou lekker eventjes genieten van mijn broodje en een bakje koffie even. In de slow motion. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze. Maar, geniet er een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik zie dat het op de poort weer gaat regenen. Niet fijn, maar ja. We zijn wel met andere dingen bezig. Eén stuk leggen op de grond. Ik zal jullie trouwens eerst even omdraaien. Daar ligt al een stuk op de grond. Dan denk je van, ja, waar rijk aan nou aan ruikt? Oh, ik loop toch alweer bij weg. Maar dan komt daar al van die deur af. En dat gaat er ook af, ja. Dus ik zet jullie eventjes neer. Naast mijn zusje de heks. En kijken of ik het qua licht kan doen. Zo, en dan zullen we even één stoel weghalen. Moet jij naar buiten? Nou, dat mag ook. Ja, doei. Ja, dat mag allemaal hoor. Zo. En ik zie hier al wat los zitten, dus daar beginnen we op mee. En er komt nog kracht bij te kijken hoor. Echt. Oh, ik zit muur vast. Ik koop dit ook nooit weer. Maar ja, dat komt toen nog die booster. Jeetje. Van die kant weer. Daar een vogeltje, dan blijf je vanaf. Wat een dikkie. Mag niet, hè? Ja, mag niet. Zo, gaan we weer even die kant op. Nou, zullen we maar in deze hoek beginnen, want daar is het ook los. En ook die is eraf. En dan steek ik het in de keuken nog. Maar die laat ik zitten, dat komt morgen wel. Dan is dit er in ieder geval af. Kunnen de ramen gelapt worden. Wat vinden jullie ervan? Ja. En dit keer weg. Ja. Weg.
Ja. Moet je er weer in? Moet je er weer in? Nou, kom dan. Kom eens een haakje met rug. Kom maar. Het begint weer te regenen, hè, meisje? Ja, het begint weer te regenen. Ja, die is dicht. Zo. Haha. Nou, is dat eraf. Ja. Kunnen we weer met de kerst beginnen, hè? Want ik moet dat kastje ook nog weer naar die hoek hebben. En dat ga ik straks eerst doen. Ja, dus. Maar ik ga eerst een bakje koffie maken. Even zien hoe laat het is. Die is even wat voor. Gaan we even kijken. 16:44 is het. Het is nog wat tijd. Ik dacht dat het later was. Maar nee, en dat moet naar boven. Dat is de Halloween. Spullen, dat is allemaal opgeruimd al. Oh. Ja. Oh nee, er hangt nog een spookie. Nou, doen we die er maar los bij in. Hangt de spookie nog aan mijn lamp? Ja. Nou ja, halen we die er zo nog even af. Oké, komt goed. En we houden vol goede moed. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan zo meteen even de regen in. Terwijl de meisjes dan lekker liggen. Nou, het kastje staat er al. Ja, ik heb even nieuwe verlichting in die bloemen gedaan. Want ik heb er ook altijd verlichting in. Die bloemen heb ik ooit. Nee, niet die bloemen. Maar de vaas waar die in staat. Heb ik van mijn dierbare dochter Katja gekregen. Die ik helaas door anderen toedoen niet meer kan zien. Ik weet ook niet eens waar dat kind is. Ze is 25 jaar en ja, ze moet ergens in Ede zitten en dan in het huis van het Verelo. Ja, maar waar? Ja, Ede is ook natuurlijk groot en zoek het maar uit, zoek het maar op. Het laatste wat we weten is dat ze ook in een bosrijke omgeving, ook een gebouw van het Verelo stond, ergens in een bosrijke omgeving, het was allemaal bosrijk daar. En daar was haar werk, soesjes uitzoeken, moertjes, weet ik veel wat. Voor vervoer naar de winkels toe, dat moesten ze klaarmaken. Dus ja, dat was het laatste wat ik weet en wat ik gezien heb. Ja. En voor de rest, door het toedoen van pleegmoeder, pleegvader, pleeggezin, mag ik niet meer met haar omgaan. Ja, en wie ben ik? Ik, als ik niet meer weet waar ze zit en hoe en wat, dat ze voor mij van de aardbodem verdwenen is, wel weten dat ze er nog moet wezen, maar ja, waar? Zoek het maar uit, weet je? Dat weten wij niet te vinden. Ze heeft ook op Facebook gezeten, maar daar was ze heel rap weer weggehaald. Want zelfs van haar begeleiding mocht ze niet met mij omgaan. Hallo, wie is die begeleiding? Ik ken die hele begeleiding niet. Nog nooit met haar gesproken? Niks. Dus wat weet die begeleiding er vanaf? Maar ja, in ieder geval. Dat is... En daarom heb ik dus daar bloemetjes in staan, al is verzijden. En daarom heb ik een verlichting ook in, omdat het de vaart van mijn meisje is. En hoe jong ze is 25 jaar, ja. En de officiële naam is Anatevka, met een F helaas. Het had met een V moeten wezen van Victor, van die musical van Anatevka, van Lex Goudsmit. Daar is ze naar vernoemd, maar de gemeente heeft het per ongeluk met een lange F gedaan, van Frits. Dus Anatevka, Katinka, van kleine kokette Katinka. Nou, dat nummer is ook vernoemd. En de roepnaam is Katja. Geen kat, nee, maar Katja. En de achternaam is Hoekstra. Ja, kennen jullie haar misschien? Nou ja, laten dan haar weten dat ik nog steeds op haar wacht. Ja, en dat ik heel veel van haar hou. Dus. Maar in ieder geval, daar heb ik die vaas toen van gehad, die daar in het hoekje staat, achter mijn mannetje. Maar ja, de plank moet nog van boven gehaald worden, dan kan die plank erop, dan gaan die spullen er weer af. De vaas die krijgt weer in het hoekje een plekje
En dan komt de stal erbij. Dus ja, helemaal een toppie. Helemaal geweldig. Ja, toch? Ja. Ik moet er ook nog een stekker erin zien te krijgen. Maar dat komt ook wel goed. Dan moet ik toch die planten daar weer weg hebben. En dan moet ik er weer bij klimmen met een trappie. Ja, maar ja, morgen krijg ik toch hulp erbij. Morgen is Willy er weer. En die is weer langer op dan ik. Dus als die op die trap gaat, dan kan ze er zeker bij. Nou ja, en daar. Ja, staat ook al het een en ander. De ster heb ik ook al gevonden met de snoer en het lampje. Er hangt al een ster, die heb ik ooit van een mannetje gehad. Dus ja, en die moet ook nog weg. Maar die heks blijft staan in het hoekje. Ja, maar daar komt weer wat anders aan te hangen. Ja. Dus ja, dat dus. En die gaat ook weg, denk ik, vermoed ik. Weet nog niet zeker. We zien het wel, we zullen het beleven. Maar in ieder geval. Nou ja, en dat heeft nog met de kerst te maken. Dat hadden we laten hangen, weten jullie nog? Met die slee, want die vond ik vorig jaar. Nou ja. En die witte duizend, die zit er ook nog op van vorig jaar. Die heb ik nog van Karin gekregen. Ja, helemaal blij mee. En dat kransje die daar in het hoekje hangt, heb ik ook van Karin gekregen. Dus ja, nou en daar hangt al een hert. Hertenkop met gewei. En aan die kant komt er ook eentje te hangen. Dus ja, dat dus. Maar, nou gaan we naar het toilet. Dan gaan we die dames uitlaten. En waar is de mand nou? Want kijk, daar is die stoel weg. Die staat hier weer. Net als met die achterlijke idiote corona gedoe. Hier hebben we Rijka. En wat ben jij aan het doen? Een puinhoop aan het maken. Hé? Een puinhoop aan het maken. Ja toch? Een puinhoop aan het maken. Hm? Oh, goed, lekker even zo, hè. En daar staat de speelbox waar Rijke graag in mag leggen. Ja! Nee, ja. Ja, we gaan zo lopen door de regen. Want het... Oh, het is nou even droog zo te zien. Zal het meevallen? Zullen we even op naar hem kijken? Ik zal jullie even omdraaien weer. Even geduld. Hoppata, hoppata. Hoppata, hoppata, hoppata. Zo. Vakantiewinkel. Wat heb ik nou weer met de vakantiewinkel te maken? Oh, is die van mij. Ja, ik zie dingen ook gebeuren wat Karin en Roderick doen, of weet ik veel. Bijalarm. Eerst die maar. Ja, nou kijk. Dat is dat. Ik weet niet of jullie het zien. Komt al een piek aan, maar dat is 19:20. Nou, dan ben ik al wel weer terug. Mag ik hopen? Nee, ja, ja. Kijk, een piekje gehad. Nou, ik hoef dus geen regenjas aan, dus het is net droog. Dus we gaan ervoor. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer binnen. Het is, ja, dat ding zegt 10 graden, daar is 9 graden. Ik zal op mijn telefoon even kijken wat die zegt. Even. 9 graden. Ja, het is winderig, het is koud, ja. Ik liep haast te denken van, het wordt bijna weer tijd voor handschoenen aan. Vooral met je artrozen, ja, dan moet je wel, hè. Je moet wel om jezelf denken. Maar in ieder geval, we zijn weer binnen. Skyly slaapt al, laat me lekker slapen. En ja, ik ben met die computer bezig om die schoon te krijgen. Van de ene schijf naar de andere schijf. Maar ik krijg er niet antwoord van mijn schoonzoon, terwijl ik die wel een bericht heb gestuurd. Maar ik krijg niks terug te horen. Ja, die is ook wat werk. Die heeft nachtdienst. Maar in ieder geval. Ik hoop dat het... ik sluit hem straks gewoon af. En dan bekijkt hij het maar. Wat erop staat, staat erop.
En dan komt het vanzelf wel goed. Maar in ieder geval, ik wens jullie namelijk allemaal een welterusten en slaapplekken met mooie dromen. Uiteraard ook morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik ga nog even wat te drinken pakken en nog een hapje en dan ga ik lekker naar bed. Want ik moet morgenochtend iemand wakker bellen, is mij gevraagd. Dus ja, en dan zeg je ook nog met je domme kop ja, terwijl je zelf ook je slaap nodig hebt. En ik moet dat dan wel om 7 uur doen. Maar ja, maakt niet uit. Komt wel goed, ik heb mijn wekker al op gezet, maar die telefoon, ja, hij is zo veranderd. Niet mijn telefoon, maar sommige apps zijn veranderd. Ook de wandel-app is veranderd. De klok-app is veranderd, oftewel mijn alarm. Ja, hoe dan, weet je? Ik had er niet eens iets om gevraagd. Maar ja, we komen er wel weer achter. We zullen het beleven. Maar in ieder geval, ja, we hebben ook een filmpje gehad over Thierry Boudet. En die schijnt nou weer, ja, ook een klootzak te zijn. Laat ik het zomaar even grof benoemen. Oftewel een rat. Dat had ik niet verwacht. Maar ja, we wachten het nog even af. Het kan ook natuurlijk weer een, hoe noem je dat? Een truc, wezen, gewoon om mensen bang te maken of weet ik veel wat. Ik weet het echt niet. Maar we wachten dat wel weer af. Komen er vanzelf wel achter. Ja hoor, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ik zal zeggen, lieve vrienden, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!